En uiteindelijk de winst werd 79-86 naar ZZ Leiden. Aan tafel Herman van der Belt, coach van Landsteden Basketbal. En Erika Steels, coach van ZZ Leiden. Ik zeg altijd even iets over de coach van de bezoekende partij, omdat ze misschien niet zo heel goed kennen. Meneer Castils, u heeft training gegeven bij Antwerpen, Diamond Giants een seizoen, 1 seizoen bij Ieper, 3 seizoenen bij Oostende, 2 seizoenen bij RBC Verviers, 2 seizoenen bij Spirou Charleroi, 5 seizoenen bij Antwerpen Giants, 3 keer Belgisch kampioen geweest, 3 keer coach over het jaar en u bent coach geweest van het Belgisch nationale team. En u heeft een boek geschreven, Zo de coach, zo het team. Welkom hier in Zwolle in de Business Club. Ja. Mooi hoor. Om te beginnen, gefeliciteerd met uw overwinning. Ik zei het net tegen u, u lijkt mij verre van blij op dit moment. Altijd blij als coach met een overwinning, zeker bij een team zoals Zwolle. Dat ik enorm respecteer. Omwille van zijn manier van werken en opbouwen. Maar als ik de speelminuten bekijk en ik zie daarop staan dat er jongens zijn die daar 40 minuten gespeeld hebben en ik heb de tweede helft met 5 man gespeeld, dan kun je als coach niet echt tevreden zijn. En dat is jammer. U zegt even met slechts met 5 spelers gespeeld in het tweede deel. Waarom is dat? Precies van de coach. Ik zeg tegen minister Steels, Herman, dat hij niet blij is, maar jij zal ook verre van gelukkig zijn op dit moment. Nou, ik wil de tegenstander feliciteren met de overwinning van vandaag. Ik denk dat we 20 tot 22 minuten goed basketbal gespeeld hebben en dat het wel bleek wat we wilden. We wilden dicht bij de basket proberen te komen en we wilden hun tweede kansen en hun makkelijke punten eruit halen. Alleen een hele grote run in de tweede helft, waar Elva begon, vlak na rust. Ja, maakt denk ik het verschil wel heel erg groot. Wij scoren niet, we missen een aantal ballen en we krijgen elke 20 punten op rij of 24 punten op rij. Ja, daar hadden we erg veel moeite mee om dat te stoppen. We hebben moeite überhaupt meer stops te maken. Eerst zelfs een punt per aanval, maar dan gaat in de tweede helft een 1,5 punt per aanval. En alleen maakt ze 52 punten in een helft en dat is veel te veel. En we zullen echt daar wegen moeten vinden om dat moeilijker te maken, hoewel hij wel een goede ploeg heeft en ook prima basketbal speelt, denk ik dat er veel meer in zat voor ons vandaag. Waar denk je dat het precies aan ligt, Herman, als je zo terugkijkt, zo kort naar de wedstrijd? Ja, daar kan ik zo niet. Ongetwijfeld ligt het aan verschillende dingen. Maar onze bal verliezen, ik denk ons. De aanval die wat moeilijk liep, gedurende fases, dat we dat meenemen in de verdediging. En ze zijn een prima rebounding team, ze pakken 38% geloof ik van hun gemiste ballen. En dan denken we dat we de rebound hebben en ritsen ze toch de bal in onze handen. Een aantal afspraken die we gemaakt hebben, die niet werden nagekomen. Dus ik denk dat het gewoon een optelsom van factoren was. 17 keer balverlies is te veel. De percentages op dit moment zijn het goed. Dus ik denk met name dat het verdedigend is. Maar dat is ook de laatste weken al wel. Dus dat moet ik gewoon aan gaan doen. Meneer Castils, het is altijd makkelijk om te zeggen wat ging er niet goed. Wat ging er bij uw team wel goed vandaag? Wat ging er niet goed? Ik zou eens graag op tijd voor een wedstrijd komen, bijvoorbeeld. Maar onze entree in de eerste helft was ronduit zwak. Niet geconcentreerd, niet gefocust. Had het iets te maken met de bus? Oké, dat zou wel kunnen, maar. We hadden hetzelfde voor in Groningen, stuck in traffic, en daar hadden we dan weer een schitterende start. De manier waarop dat we uit de kleedkamer kwamen was totaal naast de kwestie. En in plaats van 8 puntjes, ja, gaat je opnieuw naar 14, 16 punten zelfs. En een dominant Zwolle. Dus onze laatste 15 minuten op basis van karakter, inzet en chemistry met de 5 jongens die daar op het terrein stonden in onze small line-up heeft ons wel geholpen. Ja. De vraag was eigenlijk, wat ging er wel goed? Maar dat is nu juist mijn antwoord. Een coach is niet bezig met wat er goed gaat. Een coach is bezig met hetgeen dat slecht gaat.
Herman, tenslotte, ik hoorde het geroezemoes om mij heen toen ik hier de Business Club binnenliep, maar ook beneden. Al, waarom heeft Kerk zonder van niet gespeeld? Je hebt de 8 wel gespeeld, Jan. Ik heb een ziek. Hij heeft dat, ook. Ja, hij moet het dus uitleggen waarom iemand niet. Ik heb ziek. Die wilde het wel proberen. Nicky heeft het denk ik naar behoren gedaan. En we wilden niet de kwestie rekken, dus dat was niet nodig. Nee, maar hij was eruit voorzorg. Ja. Dames en heren, de laatste thuiswedstrijd voor de kerst en voor het oud en nieuw. Er wordt nog één uitwedstrijd gespeeld in Weert aanstaande zaterdag. De laatste woorden laat ik aan jou, Herman. Ja, we spelen zaterdag Weert. Morgen hebben we rustdag, dan trainen we donderdag 2 keer en vrijdag 1 keer. En dat is de laatste wedstrijd. En dan beginnen we de week erna weer. Ik wens u een hele fijne feestdagen en graag tot de volgende keer hier in Business. Thank you.